Hallo allemaal, welkom terug. Goedemorgen, het is woensdag 25 maart, belachelijk vroeg. En dit is dag 10 van de zombie apocalypse. Mijn naam is Vidioot en ik zit nu echt 10 dagen binnen in zelfisolatie. En het ziet ernaar uit dat dat nog wel aardig wat langer gaat duren. Ik ben een echte fanboy. Een diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. En zij is de eerste burgemeester die ons door een zombie-apocalypse mag heen sturen. Ik vind dat ze het fantastisch doet. Ze was de gast bij Buitenhof. Dat zien we hier. Daar zien we plaatjes van. Kijk. Ik vond dat ze er geweldig goed uitzag. Ik vond ook dat ze het heel goed deed. En ze was gisteren bij AT5. Die moet ik nog kijken. Maar daar ziet ze er. Oh, ik moet je naar kijken hoe die vrouw eruit ziet. Fantastisch, hè? We wandelen even door het belangrijkste nieuws heen. Het is een zombievirus. Corona is er nog steeds wild om zich heen aan het slaan. We zitten nu aan 5560 mensen die positief getest zijn op het virus. Dat zijn er natuurlijk veel meer, want we testen alleen maar ernstig zieke mensen en mensen die werken in de zorg. Dat vind ik op zich verstandig. En dan gisteren dus helaas 63 mensen overleden. En 811 nieuwe positieve getesten. In totaal zijn er nu 276 mensen overleden aan COVID-19. COVID-19 is de eigenlijke ziekte die je krijgt. En die ziekte die krijg je van dat virus. Het is afschuwelijk. Het is echt afschuwelijk. Maar goed. Dan... Hij heeft onze regering op maandagavond persconferentie gegeven met allemaal fantastische, leuke nieuwe maatregelen. Er mag nu echt helemaal niks meer. Alle horeca en alles is nu dicht tot 1 juni. En je kan nu boetes krijgen als je geen 1,5 meter afstand houdt. Voor ons vormt dat geen enkel probleem. Wij gaan amper naar buiten. Ik doe echt alleen de boodschappen 's morgens. En onze dochter, de jonge dame, die doet de hond. Dus we gaan alleen naar buiten. Op die manier verklein je ook de kans dat je anderen besmet of dat je zelf besmet raakt. Ik zat gisteren te kijken, wanneer is burgemeester Halsema jarig? Waarom is dat belangrijk? Nou, let even op. Femke Halsema, die is jarig op 25 april. Dus dat betekent dat de burgemeester haar verjaardag doorbrengt in isolatie zonder visite. Want zelfs als je mensen thuis uitnodigt, dat mogen er maar 3 zijn, maximaal. En ze moeten allemaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Ja, dat is zo krankzinnig en onnatuurlijk en onmogelijk en... Dus dat wordt niks. Dus zij brengt haar verjaardag in er eentje door in isolatie. En ik ook. Ik ben ongeveer haar leeftijd, zo rondom de 50. En ik breng ook mijn verjaardag door in isolatie. Daar kwam ik gisteren achter. Dat is wel vreselijk. Maar goed, je mag dus helemaal niet meer met elkaar samenkomen, nergens niet. Niets niet, maximaal 2 mensen. En als je meer dan 2 mensen bent, dan moet je echt papa, mama en 2 kindjes zijn. Dus een gezin. Ja, en anders dan meer dan 2 mensen, dan moet iedereen, ja, weet ik niet, in een soort optocht 1,5 meter achter elkaar aanlopen. Kinderen van onder de 12 mogen nog wel buiten spelen. Maar kinderen boven de 12 niet meer. En ja, hier gaan de parken en stranden straks dicht. Ik denk van wel, en natuurgebieden ook, want daar wordt het gewoon druk, omdat iedereen binnen zit. En iedereen maakt zich zorgen.
binnen. Dus ja, mensen gaan naar buiten. Oké, nee, als er geen enkele samenscholing mag zijn tot 1 juni, dan kun je dus ook geen eindexamens doen. Dus gisteren zijn dan de eindexamens geschrapt. En zeg maar, de cijfers die je had, die vormen gewoon de cijfers voor je eindrapport, voor je eindexamen. Dus als jij overal voldoende voor staat, nu, op dit moment, dan ben jij geslaagd. Dan heb jij je diploma. Je zal nog wat toetsen krijgen online, et cetera, tot het einde van het jaar. Maar nee, dan, je hebt gewoon je diploma. Nee, niet tot het einde van het jaar, misschien de aankomende 2 maanden, maar that's it. Veel meer zal er niet meer gebeuren. Dus mensen die scholieren, eindexamenkandidaten, die al voldoende stonden, of jawel, slechts 2 onvoldoende, dus ik weet niet precies wat de regels zijn, die hebben hun examen gehaald. En die zijn dolgelukkig nu. Maar kinderen, eindexamenkandidaten die net onvoldoende stonden, die flippen nu helemaal 26 miljoen keer de pan uit natuurlijk. En dit is wel een leuk verhaal, mevrouw de burgemeester. Wij hebben kennissen. En die zijn net wat eerder dan wij met kinderen begonnen. En die zijn ook gescheiden, net zoals wij. En hun dochter, die doet eindelijk zwaar met VWO. En die staat dus overal voldoende voor. En die ouders die waren aan het flippen en aan het stressen en elkaar aan het kennen en aan het bellen van, oh, hoe moet het nou met haar diploma? Hoe moet het nou met haar eindexamen? En het kind blijft heel kalm. Die had zoiets van, ja, ik zie wel wat er gebeurt. Ik sta overal voldoende voor. Ik maak me niet druk. Ik heb ook wel vertrouwen in dat ik goed ga scoren op dat eindexamen. En weet je, laat die ouders maar lekker stressen. Dus die mensen die kregen gisteren te horen dat de eindexamens geschrapt zijn. Dus dat wil zeggen dat dat kind van hun niets meer te doen heeft tot september. Yes? Gewoon helemaal niets meer te doen. Dus dat is maart, april, mei, juni, juli, augustus en dan september. Dat is 6, 7 maanden binnenzitten met een tiener van 17 met zo'n telefoon die helemaal niets meer te doen heeft. Dus die belde mij gisteren op, die moeder van het kind. Die zei: Wauw, dat is wel heftig. Want zij zou namelijk ook niet meteen gaan studeren. Zij zou zo'n tussenjaar nemen om een beetje te werken en dan wat geld te sparen en een paar leuke vakanties te doen. Na 6 jaar VWO. Maar ja, reizen, werken in de horeca, dat is voorlopig even niet bij. Dus ja, misschien dat die dan wel weer open gaat, dat ze van de zomer lekker wat kan werken. Die heeft helemaal niks meer te doen. Dus dat wordt wat. Ach, ach, ach. Okido. Dus nee, hoe gaan we dat doen met de rest van de scholen? Want die gaan natuurlijk al beginnen. Ja, zij krijgen geen examen. Ik moet straks wel weer naar school op. En het lijkt erop dat de scholen dus langer dicht gaan blijven. En ik denk dat dat ook gewoon 1 juni wordt. En woensdag hopen ze, dat ze daar hopen ze er antwoord op te krijgen. Dat zeiden ze gisteren ook. Ze zouden gisteren met een aankondiging komen. Nou, dat was de eindexamens worden geschrapt. En nu krijgen we dan vandaag te horen, het schooljaar is voorbij. Ik denk dat ze dat gewoon moeten doen. Want de hoeveelheid organisatie en gelul om die ouders en die kinderen zo ver te krijgen om naar school te gaan, terwijl er een doodeng virus is. Ik denk dat mensen dat gewoon niet doen. Zeker niet nu er zo afschuwelijk veel mensen al geïnfecteerd en overleden zijn. Ik denk niet dat ouders dat doen. Ik ga mijn kind niet naar die school brengen. Sorry, minister Slob, mevrouw de burgemeester, maar ik doe het echt niet. Mijn kind gaat niet op 6 april naar school. Kun je gewoon vergeten. Nou, dan was er gisteren een beetje positief nieuws van, oh, in Italië zijn maar 100 zoveel mensen doodgegaan. Normaal zijn dat er veel meer. Maar dat feest, dat was vandaag voorbij. 743 personen op 1 dag overleden. En in totaal zijn er nu 6800 Italianen overleden aan deze vreselijke ziekte.
Het is vreselijk wat daar gaande is. Ze hebben niet genoeg lijkkisten en lijkenzakken en de crematoria en plaatsen waar je stoffelijke overschotten bewaart, kunnen het niet aan. En het leger is aan het rondrijden met vrachtwagens vol met lijkenkisten. Het is echt zo creepy, zo afschuwelijk. Het is niet leuk meer, burgemeester. Echt niet. Ik vind Italië namelijk zo'n leuk land. Afschuwelijk allemaal. Maar goed, even rekenen. De burgemeester die heeft twee kinderen. Een tweeling. En ik vraag me af, zij heeft een vitaal beroep. Moeten haar kinderen naar school? Ik denk niet dat die kinderen dat doen. Die weigeren dat. Nee, ik ga niet naar school. Ja, maar ik heb een vitaal beroep. Ja, nou, ik ga niet. Doe ik niet. Waar is mijn oplader? Ik weet niet waar je oplader is, maar jullie moeten juist wel naar school. Nee, doe ik niet. En waar zouden die kinderen zitten? Zouden ze in die ambtswoning zitten op de Herengracht? Of zouden ze in dat nieuwe huisje van de burgemeester zitten, afgelegen daar in the middle of nowhere? Ik zou voor dat laatste kiezen. En dan is de kans dat ze zelf besmet raken of iemand anders besmetten heel erg klein. Weet je, je haalt ze helemaal uit de equation. Je haalt ze helemaal weg uit die zombie-apocalypse. Maar ja, op de Herengracht is ze alleen maar binnen zitten en niet naar buiten gaan. Ik weet het niet. Op de Herengracht hebben jullie die fantastische tuin natuurlijk. Ze kunnen gewoon wel naar buiten. Ze kunnen de hele dag in die tuin hangen. Het maakt helemaal niemand een ruk uit. En ze zijn familie. Kunnen ze de hele dag op hun telefoon kloten. Maar goed, reken even met me mee. Laten we even zeggen dat scholen dicht blijven tot 1 juni. Dat is het meest waarschijnlijke. Maar ja, wat je dan wil doen, die laatste 4 weken school, daar begrijp ik helemaal niets van. Want opnieuw, niemand brengt zijn kind erheen. Maar goed, stel even tot 1 juni. Lieve mensen, dat is 10 weken. Dat is 10 weken binnenzitten. Met twee van die pubers, met twee van die telefoons in de handen. Nou, zij mazzel, zij kan nog veel de deur uit. Ze moet. Ze heeft een vitaal beroep, dus ze heeft niet de hele godganse dag die zeikende kinderen aan haar hoofd. Maar voor ouders die binnen zitten en 2 of 3 kinderen hebben, 10 weken lang, en zelf ook thuis zitten, omdat ze, weet ik, geen werk hebben, of omdat hun werk dicht is, of omdat ze thuis moeten werken, die ouders die worden gillend gek. 10 weken met dat soort wandelende hormonenbollen en zo'n telefoon rondlopen die helemaal niks te doen hebben en niet naar buiten mogen. Je moet wel mazzel hebben. Ik bedoel, als het internet uitvalt, dan is dit huis te klein. Dan gaat het hier helemaal mis. Dus, kun je je voorstellen, dit doen zonder internet. Weet je, dus thuis zitten met die tieners. Afschuwelijk. Anyway, ik wilde. Het is natuurlijk alleen maar negatief nieuws. Dit is allemaal weer afschuwelijk negatief. Nieuwe strakke maatregelen. Scholen blijven langer dicht. Dodental in Italië nog steeds aan het stijgen. In New York is het ook een absolute ramp. 10 weken binnen, wat ga ik doen met die tijd? Nou, ik heb dit bedacht: Learn to play Go. Go is een bordspel. Maar het is een bordspel wat je online kunt spelen. Ik ken de regels niet. Maar dit ga ik doen. Mijn dochter en ik, wij gaan Go leren spelen. En dan gaan we eerst al die Go-puzzels oplossen. Onlinego.com. Learn to play Go. En alles heb je. Gewoon een prachtig mooi interactief menu'tje met allemaal oefeningen die je kunt doen. Als je een beetje goed genoeg bent. En dan kun je tegen elkaar spelen. Weet je, een bordspel. Zonder dat je het bordspel hoeft te kopen. Handig, hè? En Go is afschuwelijk moeilijk en die spelletjes duren heel lang. Dus dan heb je 10 weken lang, dan ben je nergens. Dan ben je nog steeds absoluut te beginnen. Maar dan heb je wel een leuke nieuwe skill geleerd. Dus dat is 1. Dat is wat we gaan doen. Let u op, mevrouw de burgemeester, want we willen ze wat minder. Ik bedoel, ja, online. We willen niet dat ze alleen maar aan het Netflix zijn. Dus dit, en dit is leuk. Dit is Project Gutenberg. Dit is een gratis bibliotheek. Waar ze gratis boeken weggeven, zeg maar. Je kan ze gewoon downloaden. Dit zijn bijna allemaal boeken zonder copyright. Of boeken waarvan de auteurs of de eigenaren hebben gezegd: hier mag je hebben. En hier kun je allerlei boeken vinden, gratis en voor niks. Het grootste gedeelte is in het Engels, maar ze hebben ook dingen in andere talen. Dus ik wilde de jonge dame gaan, nou, dwingen is een groot woord, maar
Kijken of ze hier wat klassieke literatuur kan vinden. Noem maar eens een. Robert Frost, bijvoorbeeld. Robert Frost. Hier, kijk, allemaal boeken van Robert Frost. Hier, American Poetry, 1922. Prima, North of Boston. Selected Poems, dat is hartstikke nuttig, weet je. Dus dat gaan we doen. Wij gaan Go leren spelen en we gaan wat klassieke literatuur op de jonge dame afgooien. Want 10 weken binnen, terwijl dit gaande is, en daar wordt helemaal niemand echt heel erg vrolijk van. Wat gaat u doen met uw kinderen? U bent er natuurlijk niet. Dat moet hij doen, die Robert. Die moet die kinderen bezighouden. De hele dag. Maar ja, hij werkt misschien ook. Maar hij zou wel vanuit huis kunnen werken. Hij maakt documentaires. Hij kan allerlei video-editing misschien vanuit huis doen. Hoe doen zij dat? Hoe organiseren zij dat? Dat willen we weten. Hoe is zelfisolatie voor de burgemeester en haar kinderen? Weet je, dat creëert meer saamhorigheid en nog meer solidariteit en nog meer begrip. En ik denk meer populariteit. Nou, lieve mensen, ik denk de scholen gaan inderdaad langer dicht. Ik denk dat het schooljaar voorbij is. Dat wordt heel wat. Ik blijf verslag doen. Vanuit de bunker hier in Amsterdam, in zelfisolatie. Dit is dag 10 van de zombie apocalypse. Dit is de tweede week van het zombievirus. Dit is de tweede week binnen. En ik ben binnenkort jarig. En ook dat ga ik in zelfisolatie doen. In de tussentijd, lieve mensen, blijf allemaal alsjeblieft gezond. En dat betekent blijf zoveel mogelijk binnen. En als je naar buiten moet, hou dan afstand van elkaar. Stay safe. Tot de volgende keer.